Amen. Jan Willem. Ja. Grote vriend. Dank u wel, Jezus, voor Jan Willem. Ik bid de kracht van God en de aanwezigheid van God en de Heilige Geest over jou. In de naam van Jezus Christus. Dat geen woord uit je hart zou kunnen ontstaan of uit je mond zou kunnen verlaten. Zonder dat hij zijn kracht en zijn zegen daar aan geeft. In Jezus' machtige naam. Go for it, bro. Wauw. Man, wat een aanbidding. Goedemorgen. Waar moet ik beginnen, hè? Ja, wie zijn wij dan dat wij gewoon hier mogen spreken? God is goed, God is groot. En als we in zijn aanwezigheid zijn, dan gaan we stralen. Nou, dat spreek. Klaar. Het is echt super simpel. Man, wat heerlijk. Oh, weer meer. Nou, man, wat kan ik er nog aan toevoegen, joh. Ongelooflijk, ja. Hey Nendri, bij het samenstellen van de liederen, wist jij waar de preek over zou gaan? Nee? Vet, hè, hoe God werkt. Thema Gods liefde weer spiegelen. We zingen aan het begin over Gods grootheid. Dat God zo groot is. En nu aan het eind. Dan voel je de vaaie Gods aanwezigheid. Dat hij leeft, dat hij spreekt, dat hij door ons heen gaat. Wauw, vet hè. Zo tof. Wauw, God is goed. Man, ja. Een aantal weken geleden vroeg Ruben aan mij of ik eens een keer wilde spreken. En ondertussen, een paar weken voor, was ik al wat aantekeningen in mijn telefoon aan het maken. Zondags hebben we hier altijd een bid stond voor de dienst. En was, ik denk tussen kerst en oud en nieuw. Toen tijdens de bid stond, keek ik omhoog. En er hing daar op die plek, hing er iets wat er nu niet meer aan. En dat was iets wat gebruikt is. Sst, cliffhanger. Jammer dit, ja. Maar je hebt geen microfoon, hè? Dat scheelt, ja. Ja, daarom, sst, ja. Maar er hing iets en dat wilde, dat intrigeerde me. En dat pakte me. En wat ik dan vaak doe, is dat ik dat dan opschrijf in mijn telefoon. Of op type, hoe gaat dat? En dan ga ik erover bidden, ga ik erover mediteren. En als ik er dan andere beelden of woorden bij krijg, dan schrijf ik dat op. Dus een wieber mij vroeg van, joh, wil je spreken? Nou, dat was voor mij heel duidelijk waar het over moest gaan. En het thema voor vandaag is zijn liefde weerspiegelen. Zijn liefde weerspiegelen. En heel eerlijk gezegd, na zo'n aanbidding van vandaag, ja, hoe moeilijk kan het zijn om zijn liefde te weerspiegelen? Ja. Maar om zijn liefde te weerspiegelen, heb je een aantal dingen nodig. En het eerste wat je nodig hebt, is duisternis. Zodat het licht kan doorbreken. Nou, aan de duisternis, daar kunnen wij als volgelingen van Jezus helemaal niets aan doen. Dat is er, dat is een gegeven. Daar ga ik het verder ook niet over hebben. En tegelijkertijd, om zijn licht te zijn, hebben we een lichtbron nodig. En onszelf, om zijn liefde te kunnen reflecteren. Nou, en daar gaan we het vandaag over hebben. Maar allereerst het allerbelangrijkste. Wie is het licht? Wie is het licht? Volgens de Bijbel. Wie? Jezus. Jezus? Jezus is het licht. Of had je het antwoord al op het scherm bij Jan? Dat is wel mooi, hè? Als we examen doen bij Jezus, dan geeft hij altijd alle antwoorden al. Dat is wel lekker. Dat is wel mooi, ja. Ja. Maar dat klopt. Jezus zegt in Johannes, ik ben het licht van de wereld. Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft. Dus Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. En als we met Jezus leven, horen we bij het licht. Maar dat is volgens Johannes. Als we in Matthäus lezen, in de bergreden, daar zegt Jezus, jullie zijn het licht. Jullie, ik, wij zijn het licht voor de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat het hele huis wordt verlicht. En in Lucas staat er, je zet die lamp zet je niet onder een emmer, of die gooi je niet onder het bed. Nee, die zet je op een standaard, zodat we licht geven. Dus Jezus is het licht,
Maar Jezus zegt ook dat wij het licht zijn. Jij en ik. Wij zijn allemaal licht van God. Dus wij schijnen licht. En dat is goed om te weten dat wij allemaal licht zijn. En in het visiedocument wat van Raphaël, daar heeft Wieber een aantal keer over gesproken. En daar staat het zo opgeschreven. Wij zijn stralende mensen omdat we bij Jezus zijn geweest. We zien een menigte vol mensen vol verwondering over wie hij is. Veranderd naar zijn beeld. Veranderd naar het beeld van Jezus. Wij mogen dus veranderd worden naar het beeld van Jezus. En als je in de Bijbel leest en je leest dat Mozes de berg op moest om de wet, of de berg op ging om God te ontmoeten, om de wet te ontvangen. Toen liep hij naar boven, hij kreeg de wet en hij daalde af naar beneden. En zijn gezicht glansde, zijn gezicht straalde, omdat hij bij God was geweest. En het schijnen, dat is een belofte. Het is een belofte, in de Bijbel komt het heel vaak voor, dat wij gaan schijnen. In het Oude Testament, als je de psalmen erbij pakt, in Psalm 27 bijvoorbeeld, daar staat, de Heer is mijn licht. De Heer is mijn hel, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Ik vraag maar één ding van de Heer. Dit is wat ik het liefste wil. Ik wil alle dagen van mijn leven dicht bij de Heer zijn, om ervan te genieten hoe prachtig en hoe vriendelijk hij is. Om hem te leren kennen. Dus dan zegt hij, de Heer is mijn licht. En even later schrijft dezelfde David in Psalm 37. Laat je leiden door de Heer, vertrouw op hem. Hij zal je helpen. Hij zal je alles geven waar je recht op hebt. Je zult stralen als het licht. Je zult stralen. Een belofte. Wij stralen gewoon. En wat we net ook lazen in het Nieuwe Testament, waarin Jezus zegt, als je mij volgt, zul je licht geven. Als je bij mij hoort, geven we licht. Dus een belofte. En het is ook een logisch gevolg. Een logisch gevolg van het lopen met Jezus. Dat we licht geven. In Handelingen staat het heel mooi. Jezus was gestorven, was opgestaan, was verschenen aan zijn discipelen, was naar de hemel gegaan. En de Heilige Geest was uitgestort. De Heilige Geest was uitgestort om in ons te wonen, zodat wij bekrachtigd zouden worden om de wereld in te gaan, om het evangelie te vertellen. En zo ook Johannes en Petrus. Ze liepen daar rond in Jeruzalem, goeddoende, evangeliserend, mensen bij Jezus brengen, een stuk of 5000 man. Oeh, 5000 man. Vet. En zijn de genazende zieken. De zieke die lag bij de poort en die schreeuwde naar Petrus en Johannes. Help me, heb je geld? En Petrus liep er naartoe, bukte zich voorover. Joh, geld heb ik niet, maar wat ik wel heb is leven. Sta op, kom omhoog en leef. De Joodse leiders pikten dat niet, gooiden Johannes en Petrus in de bak. En een dag later werden ze voorgeleid voor de hoge priesters. En daarin, zo staat het in Handelingen, de volgende dag werden beide voorgeleid aan de hoge priester. En ze vroegen hem, hoe komen jullie aan de macht om zieken beter te maken? Namens wie hebben jullie dat gedaan? En nu staat hij. Toen kwam de Heilige Geest in Petrus en vertelde hij over Jezus' dood en opstanding. De Joodse leiders waren verbaasd over de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. En nu staat het. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen, merkten ze dat ze ongeletterde en eenvoudige mensen waren. Maar ze herkenden hen als mensen die met Jezus waren samen geweest. Dus ze straalden, ze hadden de vrijmoedigheid, omdat ze met Jezus waren samen geweest. Dat is de sleutel, met Jezus samen zijn. Dus God belooft het, dat we met Jezus samen zijn. Het is een gevolg van het samen zijn met Jezus. En het is een opdracht. In Jesaja 60, de laatste verse, daar heeft Guy Pet vorige week over gehad. Maar aan het begin staat het heel mooi. Daar staat, sta op, word verlicht. Dus sta op, kom in actie, sta op, doe iets. Daar ligt echt een verantwoordelijkheid bij onszelf. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. En zie, de duisternis zal de aarde bedekken, de donkere volken, de wolken.
Maar over u zal de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenvolken zullen naar het licht gaan. En koningen naar de glans van zijn dageraad. Dus als we in zijn licht staan, gaan we stralen. Worden we woest aantrekkelijk. Word wakker. Ga staan. Mooi, hè? Dus we stralen licht. En dan kun je denken, yes, kom erop. Ik schijn licht. Ik ga de wereld in. Maar aan de andere kant kun je denken, kom nou. Wie ben ik? Wie ben ik dat God mij gaat gebruiken? Wie ben ik dat, man, ik word er moe van de gedachten. Dat ik een beetje zijn licht moet doorgeven. Maar we verlangen ernaar, als gemeente, als volgelingen van Jezus, dat zijn koninkrijk doorbreekt. En als je in het visiedocument van Rafael kijkt, dan staat de missie zo. Rafael Amersfoort, dus volgende Bea. Dankjewel. Rafael Amersfoort wil God verheerlijken en dienen door zijn Heilige Geest. En dit doen we door mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Door hen een geestelijk thuis te bieden. Door hen te helpen groeien naar het beeld van Jezus. Door hen in Gods bestemming vrij te zetten. Zodat het koninkrijk van Jezus doorbreekt op aarde. Ik word weer stil van het laatste lied wat we zongen. Zijn koninkrijk komt. Zijn koninkrijk komt. En we verlangen ernaar. We gaan God verheerlijken door een levensstijl van aanbidding. We gaan mensen bereiken met kracht en wonderen. Zodat velen het koninkrijk van God binnenkomen. We bieden ze hier een huis. Samen onderweg achter Jezus aan. We helpen groeien. We gaan omkijken naar elkaar. Elkaar leren kennen, stimuleren, vrijzetten. Goud zien, in bestemming vrijzetten. En zo gaat Gods koninkrijk doorbreken. En wat gebeurt er als we God verheerlijken? Dus het allereerste is zo belangrijk. We gaan God verheerlijken. Nou, er valt weinig meer over te zeggen. Als we net uit die aanbidding komen. Hoe heerlijk is het? Hoe heerlijk is het om in Gods aanwezig te zijn? Om God te ervaren. En in het eerste lied wat we zongen. Ik vond het zo mooi. Ik kwam hier vrij vroeg binnen. Ik moest nog even iets testen. En toen kwam ik er binnen. En wat was het eerste lied, Henry? O Heer mijn God. O Heer mijn God. Wat we zongen. Hoe groot en hoe goed God is. En als dat gebeurt. Dan komen we in zijn aanwezigheid. En als ik dan bedenk hoe groot God is. En Psalm 1, nee, even kijken, op Psalm 8 staat het, David heeft daar opgeschreven. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers. De maan en de sterren die u in plaats heeft gegeven. Mooi, hè? Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren. Ja, dus wij gebruiken onze vinger om een foto in te zoomen. En God gebruikt zijn vingers om sterren en hemelen, om melkwegen te neer te zetten. Hoe groot is hij? Hoe groot is ons God? Hoe groot? Zo groot, de schepper van de hemel en de aarde. Ja. En wat is dan een sterveling dat u aan hem denkt, de mensenzoon dat u naar hem omziet? En toch heeft u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond, staat in de vertaling. In een andere vertaling staat, u heeft hem bijna als God gemaakt. En waarom? Omdat hij van ons houdt. Hij is zo'n gigantisch grote God. De hemel en de aarde, voef, weer een melkwegstelsel. Voef, weer wat sterren. En ondertussen heeft hij de creativiteit om ons zo te maken als mensen. En kent hij ieder detail van ons, de DNA's. Man, als ik naar de wetenschap kijk, we zijn alleen maar aan het ontdekken. Alleen maar aan het ontdekken hoe hij ons verzonnen heeft, hoe hij de wereld heeft gemaakt. We kunnen niks zelf. We kunnen niks zelf creëren. We zijn alleen aan het ontdekken. En als ik dat dan doe, staat het licht al aan of niet? Nee, hè? Nou, dan pak ik deze, maakt niet uit. Als ik dat dan doe en dit is het licht van God. En ik ga hem groter maken. Wat helemaal niet kan. God kunnen we niet groter maken. Maar als we in een bidding God groot maken, dan zeggen we stoer, wij maken God groot. Of als ik mediteer op zijn woord, of als ik erover denk hoe groot en machtig hij is, wordt hij groter in mij. Dat is wat er gebeurt.
Hij brandt inderdaad. Kijk, mooi. Ik had gevraagd om deze straal aan te zijn. Stel dat dit God is. En ik maak hem groter. Dan wordt zijn lichtbundel voor mij wat groter. God kan niet groter worden. Maar God krijgt meer ruimte in mijn leven. God krijgt meer ruimte. En ik mag aan zijn aanwezigheid zijn. En ik mag groeien. En weten dat ik innig geliefd ben. Hij is zo gigantisch groot. Maar hij houdt van mij. Hij is zo groot en hij houdt van mij. En als je van mij houdt, hoeveel te meer dan niet ook van jullie. Echt waar. Ja. Sta op, word verlicht. Maar soms kan me zo ongelooflijk aangeklaagd worden door de dingen waar ik mee worstel in mijn leven. Met mijn verslavingen, met dingen met zonde, met allerlei afleidingen. En dan kan het, een beetje verkeerde boek voor gepakt, de Bijbel, maar stel je voor dat dit een boek is waarin allemaal verkeerde dingen van mij in opgeschreven staan. Dan word ik aangeklaagd. En wat al die aanklachten doen, verkeerde boek hè, de Lau? Sorry, ik had een andere moeten meenemen. Maar goed, wat er nou gebeurt? Oh ja, lekker. Oh, dankjewel. Ja, dat is beter. Ja, hier staan allemaal aanklachten van me in, ja. Dat is een map van mijn werk. Lekker is dat. Ja. Kennen jullie hem nog? Lang niet meer gebruikt. Goed. Wat zeg je? Ja. Goed. Maar als dit mijn boekje is waarin al mijn slechte daden staan. Alle dingen die tussen mij en God instaan. Wat er dan gebeurt. Als ik hier in zijn aanwezigheid sta. Dan staan ze als een barrière. Tussen mij en God in. Dan kan ik zijn licht niet volledig ontvangen. Kan ik niet volledig in zijn licht staan. Zal ik dus ook niet zo krachtig zijn. Hè? Waarom niet? Omdat er allemaal shit tussen staat. Maar toen kwam Jezus. En Jezus zei, ik doe dit voorbeeld ook 2 keer per jaar op de Alfa. En elke keer hetzelfde. Hoe kan het nou? He, maar het is een barrière tussen mij en God. Maar Jezus zei, hij ging aan het kruis om al mijn zonden, al mijn lasten, al jouw zonden, al jouw lasten op zich te nemen aan het kruis. En wat gebeurde er toen? Toen kwam er een uitwisseling. Al mijn shit op Jezus. En waarom? Zodat wij weer in zijn licht zouden kunnen gaan staan. Zodat wij vrij zouden zijn. En zodat wij zouden gaan stralen. God wil dat wij stralen. En als ik dan aan dit beeld denk. Niet alleen mijn last heeft Jezus op zich genomen. Maar ook de last van jou. Ook de last van de wereld. Al zijn zonden nam hij op zich. Zo heftig. Jezus die in zo'n open relatie, innige relatie met God leefde, met zijn vader. Er zat niks tussen bij hem. Er zat niks tussen. Maar hij heeft ervoor gekozen om mijn en jouw last op zich te nemen. En vind dan ook zo verwonderlijk dat Jezus aan het kruis uitbrie. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Zodat wij nooit meer verlaten zouden worden. Nooit meer. Nooit meer. En waarom? Omdat hij van ons houdt. Omdat wij vol mogen zijn van zijn liefde. En als we vol zijn van zijn liefde, gaan we stralen. En mogen we doorgeven naar de wereld om ons heen. Dat is gewoon een logisch gevolg. Een beetje, Inke. Dankjewel. Ja. Wauw. Dus we mogen vol in zijn licht staan. Vol in zijn aanwezigheid. En dan mogen we het ook doorgeven. En hoe doen we dat dan? Er is maar 1 heel simpel antwoord op. Laat je vullen. Laat je vullen met de Heilige Geest. Welzalig, zo staat er in Psalm 1. Welzalig ben je wanneer je niet luistert naar slechte mensen, maar vreugde vindt in de wet van de Heer. En Jezus is de vervulling van die wet. Dus als we het Nieuw Testament eens lezen,
staat er welzalig. Gelukkig ben je. Als je vreugde vindt in Jezus. Als je vreugde vindt in je Heer. En zijn woorden dag en nacht overdenkt. Dan ben je als een boom geplant aan het water. En de boom geeft vruchten op zijn tijd. Elk jaar opnieuw. Zijn bladeren blijven groeien. Zijn bladeren blijven groeien. We gaan vrucht geven. En Jezus zegt tegen ons. Wie in mij gelooft. Stromen van levend water. Zullen uit hun binnenste naar buiten komen. Stromen van levend water zullen stromen. Ja. Ze mogen elke keer ons weer omkeren. We mogen elke keer weer terug naar Jezus. Om ons te laten vullen door zijn Heilige Geest. We mogen denken aan wat hij heeft gedaan aan het kruis. Hij heeft ons vrijgemaakt. We mogen hem groot maken. Groter in ons leven. En we mogen ons vullen met zijn Heilige Geest. Zodat we gaan stralen. In 2 Korintiërs staat. Maar wanneer ik mij tot de Heer bekeer. Wordt de bedekking weggenomen. En waar de Heer. Maar de Heer nu is de Geest. En waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. En wij allen nu. Die met onbedekt gezicht. De heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. Worden van gedaante veranderd. Het gebeurt. Naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Dus wij worden veranderd naar zijn beeld. We gaan stralen. Ja. En als ik dan naar mijn eigen leven kijk. Dan zit ik thuis achter mijn laptop te werken of op kantoor. En dan zie ik een YouTube een filmpje voorbij komen over onze heerlijke tijd waarin we leven hier op aarde. He, met in Nederland, nou, we hebben politiek wel wat crisissen. We hebben iets met stikstof. We hebben iets met een vluchtelingencrisis. We hebben een energiecrisis. We hebben dit, we hebben zit, we hebben zo. En allemaal ellende. Allemaal ellende. En dan kijk ik zo'n filmpje met de duiding erover. En ik vind het stiekem heel erg leuk. En social media weet wel raad mee. Ik kijk zo'n filmpje en dan weet social media meteen wat ik leuk vind. Dan krijg ik er nog één. En 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 ik word gekker en gekker. Of gekker en gekker. Ik word gefrustreerder en gefrustreerder. Ik ga steeds verder weg. Maar dan zegt God, maar ik dan. Kom bij mij. Kom in mijn licht staan. Want ik geef leven. Ik geef leven. En ik preek het hier tegen mezelf, hè. Ik preek het hier echt tegen mezelf. Zoals Jesaja 60 ook zegt, ontwaak. Word wakker. Keer je om. Dat is bekering. Elke keer, als ik weer in die stomme filmpjes zit te kijken waar ik echt niet vrolijk voor word, waar ik echt niet beter voor word, zegt ik, keer je om. Keer naar mij. Laat je vullen met mijn waarheid. Ja. Dus het vraagt een actieve stap van mezelf. Maar wat we net uit al die teksten uit de Bijbel gelezen hebben, is gewoon een logisch gevolg van hoe God werkt. In Psalm 1. Overdenk zijn woord. En je bent altijd een groene boom. Geloof in Jezus. Stromen van levend water zullen uit je binnenste naar buiten gaan lopen. Als je mij volgt, geef je licht. Gewoon oorzaak-gevolg. Zo werkt het. En in Galaten 5... mijn lievelingsvers, een van mijn lievelingsbijbelhoofdstukken, staat het mooi. Dit is wat je produceert als je je laat vullen door God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De vrucht van de geest. En het grappige, vrucht is een enkelvoud. Het is één ding. Zie het als een sinaasappel doorgesneden. Eén vrucht met 9 partjes. Je kunt niet zeggen, ik heb die en die partjes wel en die niet. Nee, je krijgt ze allemaal. En wanneer? Als je met Jezus leeft. Als je laat vullen met de Heilige Geest. En die tekst eronder is eigenlijk de allermooiste die er is. Er is geen wet die daar iets op tegen heeft. Er is niks en niemand op tegen. Dus, als we ons laten vullen met de Heilige Geest, produceren wij zijn vrucht. En gaan we stralen. Mooi, hè? Goed. Dus, als we God verheerlijken, God vergroten en continu bedenken wat Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan, dan gaan we hem verheerlijken en gaan wij stralen.
En als we ons laten vullen met zijn Heilige Geest, gaan we schijnen. Kan het nog mooier? Guess so. Ja. Ik denk het wel. Durven wij met alles wat er in ons is, naar God komen? Of houden we nog dingen voor hem verborgen? Eind vorig jaar, pak even een slokje. Eind vorig jaar hadden we het Impact Camp en kamp en na het kamp. En Sarah, ik mag dit van Sarah met, haar, met jullie delen. Eind vorig jaar stond Sarah hier met een aantal andere tieners op het podium om te delen wat God had gezegd in hun leven. En ook zo Sarah dus ook. En Sarah deelde een beeld wat ze van God had gekregen. En in dit beeld zag Sarah een groot gebouw met miljoenen kamers. En iedereen op aarde heeft zo'n kamertje. En in haar kamer aangekomen zag ze dit. Toen zag ik een glazen kastje met een stokje met een grijs hartje erop. Ik vroeg de betekenis hiervan en hij zei, ik weet dat je al heel vaak je hart aan mij hebt gegeven, maar je hebt nog niet alle stukjes aan mij gegeven. Geef je hart opnieuw en dan helemaal. Ook de moeilijke dingen zoals je angst. En Sarah schrijft, ik was in tranen hiervan. En ik heb toen fysiek een hartje op de grond gelegd. Terwijl ik nog aan het knielen was. En op dat moment kleurde het hartje op het stokje van grijs naar rood. Het beeld wat ik zag zoomde uit. En ik zag al die miljoenen kamers. En in heel veel kamers waren er nog grijze hartjes. En God zei, je hebt de pijn die ik voel. Je hebt de pijn gevoeld die ik voel voor alle mensen die nog niet hun hart volledig aan mij hebben durven geven. Dus God straalt. Maar God wil nog krachtiger stralen. Hij wil dat we met alles waarmee lopen bij hem komen. Ik wil je ook echt uitdagen. Want als we willen gaan schijnen, dan kan het zijn dat een hele vieze spiegel. We hebben nog niet alles aan hem gegeven. Gelukt dat? Ja. Ja, heel goed, dankjewel Hinke. Hinke zegt, moet je schoonmaken. Hadden goed afgesproken dit, hè? Ja. Maar God, ja. Maar God wil dat wij de spiegel poetsen. Ja. Beter, hè? Maar hij is wel heel vies, Hinke. Ja. Maar als we echt met alles wat we nog verborgen houden bij Jezus komen, dan gaan we nog mooier schijnen. En zo mogen we licht zijn in de wereld. Kom met alles wat je hebt. En zoals vorige week kwam een van onze broers naar ons toe. En die zegt, ik vind het zo doodeng dat ik gewoon iets moet zeggen. Maar ik worstel gewoon nog met iets in mijn leven waar ik gewoon van af wil. En het mooie, als je daarmee naar God komt, dan ligt het in het openbaar. Dan leg je het neer. Dan mag je leren om daar vanaf te komen. Zodat je spiegel schoner wordt. Dus poets je spiegel op. Poets je spiegel op. En die is voor jou ook een lekker schoon, hè? Ja. En het mooie, als wij dus in Gods heerlijkheid zijn. En God gaan spiegelen. Dan mogen we een spiegel zijn in de wereld. En dan zullen ze ons zien. Dan zijn we herkenbaar. En dan zijn we woest aantrekkelijk. En tegelijkertijd, ik ga je toch gebruiken, Michael. Wat zei je nou net tijdens een bidding? Ik weet niet meer, maar. Ik sta naast je. Ik zei, ja, daar ga ik wel voor zorgen ook. Kijk, stel dat ik Michael beschijn. Omdat ik licht geef. God woont in mij, ik geef licht. En ik weerspiegel de Gods heerlijkheid, Gods heerlijkheid op jou, Michael. Dan word jij door mij verlicht. En dan voel je je veilig. En weet je waarom? Omdat er geen oordeel is. Zo mooi, bij de afgelopen Alpha, bij het laatste rondje, is dat ook wat we horen. Wij voelen geen oordeel bij jullie. Waarom niet? Omdat we Gods liefde uitstralen.
En nu bestraal ik jou. Dus jij vindt het heel prettig. Hè? Dus je zit even weer een beetje in de shit. En een beetje allemaal een beetje dat hem. En dan bestraal ik jou. En dan voel je even lekker, hè? Ja, dacht ik wel. Ja, ja, ja. Maar ja, sorry. Ik moet weer door. En nou sta je weer alleen. Nou sta je er alleen voor. En nu voel je je weer niet zo lekker. Wat ga je doen? Ga je mij weer bellen? Ja. En daar ben ik. Oh, joh, kom hier. Ik geef je een huk. Kom bij me. Ik ga je helpen. Voelt lekker, hè? Ja. Mm-hmm. Ja, maar weet je wat je nu hebt? Je hebt een geleend geloof. Je hebt een geleend geloof. Want als ik weg ben, sta je weer alleen. Je hebt een geleend geloof. Dus wat ik zeg, kom maar. Weet je waarom ik zo schijn? Omdat God van me houdt. En weet je wat zo mooi is van God? Dat hij ook aan mij, ja, dat hij ook van mij houdt. En ook van jou houdt. Ja, van mij in het kwadraat. Maar hij houdt van jou. Kijk, dat is waarom ik schijn. Dat is omdat God van jou houdt. Hij is voor jou aan het kruis gaan. Amen. Wil je dat aannemen? Dat het ook voor jou is, geloof je dat? Ja, geloof ik. Ja? Ja, dat wil ik. Mooi, hè? Ja. Vet. Dan kan ik jou lekker loslaten. Want dan sta je. Ja, blijf jij maar staan. Hé, dankjewel. Hé, maar zo werkt het. En dat is wat we mogen doen. Dat is hoe we mogen leven. En God wil ons bevestigen in onze identiteit. Dat we geliefd zijn. Dat we kinderen zijn. En als ik naar mijn eigen leven kijk. Joh, ik heb jarenlang geworsteld met een enorme, een people pleaser. Ik wilde bij iedereen leuk gevonden worden. Door iedereen aardig gevonden worden. Dus ik deed heel erg mijn best. En ook bij God. Ik wilde door God aardig gevonden worden. Ik deed heel erg mijn best voor God. En ik werkte bij een groot Amerikaans bedrijf in de commercie. En ik was succesvol en ging hartstikke goed. Maar ik voelde me hartstikke leeg. En ik wilde bevestigd worden door God. Maar dat kan niet bij zo'n groot Amerikaans bedrijf, joh. Wat doe ik daar, wat het behagen van God kan wegdragen, joh. Helemaal niks. Helemaal niks. En toen met die gedachte belandde ik lekker in een midlife crisis. En toen kwam de oplossing van God, dacht ik. Ik mocht gaan werken bij Dorcas, een christelijke stichting. Ik mocht fondsenwerver worden. Dus heel veel van mijn salaris inleveren, maar wel 4 dagen werken was wel lekker. En ik ging werken bij Dorcas. Heerlijk, eindelijk. Bouwen aan zijn koninkrijk, dingen voor hem doen. Fulltime, hoe vet was dat. En ik begon daar. Het was ruk. Het was echt helemaal niks aan. Ja, en nu kun je erom lachen, maar toen niet hoor. Zo. Ja. Ik was daar aan het werken. En ik zat er achter mijn computer. Ik moest allemaal koude acquisitie doen. Dat vind ik echt vreselijk. Moest ik allemaal mensen opbellen. Nou, en ik was, mensen mochten me niet afwijzen. En ik hoorde alleen maar nee. En ik wilde voor God werken. En ik wilde over God praten. Maar al mijn collega's geloofden aan God. Lekker. Dus ik voelde me alleen maar ongelukkiger en ongelukkiger geworden. En wat ik heb moeten leren, is dat God van mij houdt, ongeacht wat ik doe. Dus maanden later, ik heb daar 9 maanden gewerkt. Toen lieten goede vrienden van ons zich dopen. Maya Wiebre. En wij, Henk en ik, waren daar de gast in de dienst. Ja. En aan het eind van de dienst kwam die voorganger naar voren. Hij zegt, het bad staat er. En als je keuze voor Jezus wil maken, dan kom naar voren en laat je dopen. En God zei tegen mij op dat moment, ja Willem, dit is ook voor jou. Ja Willem, dit is ook voor jou. We gingen lied zingen. En Hinke stond naast me en dus ik stoot Hinke aan. Ik zeg, zullen we? Nou, zegt Hinke, dacht het niet. Ja. Maar, als je het van God hebt gehoord, moet je niet op mij wachten. Moet je naar God luisteren. Super wijze vrouw. Wijze vrouw. Wijze vrouw. Ja. Maar goed, toen ging ik nadenken. En joh, ik heb geen droge kleren bij me. De kinderen van mij zaten nog in de kerk voor kinderen. Ik had mijn ouders nog niks verteld. Ja, dat kan ook niet, want het was op dat moment. Dus nou, ik had dus allemaal argumenten. Ik denk, ik doe het niet. Ik doe het niet.
Dus na dat lied, we gingen weer zitten. En één keer zei nog, als God zegt, moet je gaan, hè? Goed. Toen kwam die voorganger weer naar voren. Hij zegt, ik heb sterk het gevoel. Dat er iemand in de zaal zit die het heel graag wil, maar de omstandigheden laat. Als jij dat bent. Mijn hart klopte daar, ik ben naar voren gerend, ik ben het bad ingedoken. En die hele crisis is in het water achtergebleven. Hè? Ja. Ja, dank God. Dank God. Niks van mezelf, maar wat God daar heeft laten zien. Gewoon op dat moment. Ik hou van je zoals je bent. Ik hou van je zoals je bent. Kom naar mij. Ik hou van je zoals je bent. Mooi, hè? En dat is hoe we gewoon mogen stralen. En God is een... Ja, dat ga ik niet meer doen. Dit. Even kijken. Ja. En wij mogen gewoon zijn liefde uitgeven. Wij mogen gaan stralen op de plek waar we zijn. En een paar voorbeelden. Andreas, een discipel. Ik vind dat zo'n mooi voorbeeldje. Die zie je maar twee keer in de Bijbel dat hij echt bij naam genoemd wordt. Bij een daad wat hij gedaan heeft. Hij was volgeling van Johannes de Doper. Maar toen Jezus liet dopen, toen zei Johannes tegen Andreas, kijk, daar is het Lam van God. En Andreas volgde Jezus. En hij werd discipel van Jezus, maar toen hij thuis kwam, zei hij tegen zijn broer, Petrus, ik heb de Messias gevonden. Ik heb de Messias gevonden. Petrus liet zijn spullen achter, ging ook achter Jezus aan. Waarom? Omdat hij zag dat Andreas straalde. Dat is het enige wat je leest over Andreas. Hij straalde en leidde Petrus. En Petrus, man die heeft miljoenen. Zo'n enorme, een van de meest invloedrijke christenen. En Albert McMaken, niemand kent hem waarschijnlijk, tenzij de Alf hebt gevolgd. Een gast uit Amerika, boer, 24 jaar. Had zijn leven aan Jezus gegeven. En werd er zo dol enthousiast van. Dus je nam al zijn mensen uit zijn omgeving mee naar evangelisatiebijeenkomsten. En vroeg ook iedere keer een 16-jarig jochie, ga mee. Maar die vond zichzelf veel te interessant, zat achter de meisjes aan. Tot het moment dat die Albert met meeken zei, joh kom, mag jij rijden met truck? Nou, dacht die 16-jarige, dat vind ik wel leuk. Ik ga mee. Hij gaat mee. Geef zijn leven aan Jezus. En deze man was Billy Graham. Miljoenen door Jezus geleid. De helft van de wereld heeft hij over Jezus kunnen vertellen. Zullen wij allemaal een Billy Graham zijn? Gok zo van niet, misschien wel. Maar kunnen wij allemaal een Albert McMaken zijn? Ja, door gewoon te stralen. En kunnen we allemaal een Abby zijn? Abby Stam. Ik mag het zeggen. Het raakt me. Een paar keer zitten oefenen dit. En elke keer als hij dit zegt, dan schiet ik vol. Ik vind het zo mooi, Abby. Er was een meisje uit haar klas. En die zat op een kamer. En die voelde iets bijzonders gebeuren. Iets bovennatuurlijks. En door wat er gebeurde, werd ze enorm blij. En dacht ze, zal dit God zijn? Zal dit God zijn? En weet je wat het meisje deed? Ze belde Abby Stam. En weet je waarom? Omdat ze straalt. Omdat Abby straalt. Zo kan ik wel doorgaan. Er zijn zoveel voorbeelden, maar ik denk dat het mooi is dat we zo gaan stoppen. Maar weet je wat mooi is? Als we met elkaar gaan wandelen met God. Als we zijn naam verhogen. Als we ons laten vullen door zijn Heilige Geest. Dan gaan we stralen. Wie je ook bent. En als je dan door de Bijbel heen leest. Dus denk niet te klein over jezelf. Noach was dronken. Jacob, een leugenaar. Mozes, tottende. Abraham sliep met zijn werkster.
David pleegde overspel en liet de man van deze vrouw omkomen. Gideon was bang. Simson, een womanizer. Elia was depressief en wenste dat hij dood was. Job was failliet. Johannes had sprinkhanen. De Samaritaanse vrouw. Staat in de Bijbel, hè? Ja. De Samaritaanse vrouw was 10 keer gescheiden. Naomi was een weduwe. Maar al deze mensen zijn machtig in Gods koninkrijk gebruikt. Wat is jouw excuus? Wat is jouw excuus? Dus God zegt, kom in mijn licht staan. En laat mij jouw leven beschijnen. Zodat jij zijn liefde kan weerspiegelen. En als we dat als volk van God, als gemeente doen. En nu komt die, de cliffhanger. Ja, dat mag verraden. Wat hing daar aan het plafond? Een discobal. En hoe gaan wij eruit zien? Als we Gods liefde weer stralen. Zie je het? Ja. Wij zijn allemaal een spiegeltje. Wij zijn allemaal deel van één lichaam. Van het lichaam van Jezus Christus. En we mogen allemaal een spiegeltje zijn. En bouwen aan zijn koninkrijk. Dus kom in zijn licht. Maak God groot. Ruim de troep op die tussen jou en God instaat. Maak God groot. Ruim de troep op. Poets je spiegel. En je zult schijnen. Je zult schijnen. Je zult schijnen. En ik wil je echt uitdagen. Voor wie? Voor wie ben jij? Voor wie ben jij een spiegel? Voor wie mag jij schijnen? Denk daar eens een minuutje over na. Of een halve minuut. Sluit je ogen. Vraag aan God. God, voor wie mag ik een licht zijn? Wie mag ik in het licht van God brengen? Allemaal in gedachten. Zullen we dit bij God brengen? Zal ik jullie voorgaan? Ja. Lieve God, u bent zo ongelooflijk goed. U bent zo ongelooflijk groot. U houdt de wereld in uw handen. Zo groot. En tegelijkertijd bent u zo betrokken op mij. Zo betrokken op de hele wereld. En u wil niets liever dan dat iedereen zich omkeert. En zich omkeert en komt staan in uw licht. Heer, en we bidden voor al deze personen die wij in ons hoofd hebben. Ja, noem die naam maar. Dank u God, dat u die persoon bij u wil hebben. Dat u die persoon in uw hart wil hebben. Dat u die persoon wil kennen. Heer, gebruik mij. Gebruik mij. Gebruik mij. Ik wil in uw licht staan. Ik wil uw liefde doorgeven. En ik wil niet alleen een geleend geloof geven. Ik wil mensen dicht bij u brengen. Heer, en dat bid ik. Dat bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Wauw, Jan-Willem. Ik ben echt overweldigd door de kracht en de schoonheid van je boodschap, man. Dankjewel. Echt prachtig. Laten we nog een keer een applaus geven. Prachtig. Wat een held, hè?
Wat een fantastische mens hebben we in dit huis. Hè? Zoals jij en hier ook nog zo geweldig iemand. Hey lieverd, misschien dacht je wel bij jezelf toen Jan Willem dat net zei, wie kan ik bij dat licht brengen? Misschien dacht je wel bij jezelf, maar Jan Willem, je moet eerst zelf in dat licht komen. Misschien is het wel zo, misschien geldt dit wel voor jou. Jan Willem, ik heb gedwaald. Wieberen, ik heb gedwaald. Ik ben ook zo iemand die people pleasing is geweest. Verslaafd aan van alles. Misschien zit je er nog middenin. Misschien heb je andere goden nagejaagd. In je leven geld, goed, lust, aanzien. Misschien heb je al genezing gezocht op allerlei plekken voor de wonden die je zijn aangedaan. Heb je verkeerde dingen gedaan. Misschien ken je God al wel heel lang. Maar ben je bij hem weggerend. Als dit voor jou geldt. Is het nu een moment om te zeggen, ja Wieben. Ja Jan Willem. Ik wil ook in dat licht komen. Ik wil ook beschijnd worden. Ik wil ook dat die aanklacht bij me weggaat. Ik wil ook die Jezus die jij hebt. Misschien is het goed om allemaal even onze ogen te sluiten en over onze hoofden te buigen. Om een beetje veilig klimaat te creëren voor mensen die te zeggen, ja, dat ben ik. Want ik wil graag een oproep doen. Als dit voor jou geldt. En je zegt ja, ik wil ook in dat licht komen. Ja, ik wil ook van die aanklachten af. Ja, ik wil ook weten wat het betekent. Om gered te zijn door het bloed van Jezus. Ik wil ook weten wat het betekent en ervaren. Wat het is om een kind van God te zijn. Voor het eerst of opnieuw. Dan is misschien wel dit moment voor jou. Misschien is dit wel het moment om zaken te doen. Je bent niet bij toeval hier. Misschien is het wel zo dat een liefdevolle vader je trekt. Die zegt, kom, lieve schat. Ik verlang naar je. En misschien is dit dan wel het moment dat God zegt, maak opnieuw die keuze. Kom opnieuw in het licht. En ik ga je helpen om van alle rommel af te komen. Om je spiegeltje opnieuw op te poetsen. Wat het ook is. Iets groots. Het kan ook iets kleins zijn. Maar om je spiegel weer op te poetsen. Zodat je bij mij mag horen voor altijd. Dus met alle hoofden gebogen. Wil ik je nu op dit moment de kans geven om te zeggen ja Wieben. Dat ben ik. Count me in. Als jij dat bent, mag je je hand opsteken. En ik kijk even rustig de zaal rond. Als jij zegt, ja Wieben, ja Jan Willem, ja Jezus. Dat ben ik. Ja, ik zie daar een hand. Dankjewel. Bevestig je keuze. Dankjewel. Ik wil niemand hier, ja dankjewel, ik zie je hand. Ik bevestig jouw keuze om weer opnieuw in het licht te gaan staan. Prachtig. Wauw. Ja, ik zie daar nog een hand. Dankjewel. Ik bevestig jouw keuze. Schitterende keuze. Ik wil niemand gemist hebben. Ja, ik zie jou daar ook. Je mag wel naar me kijken als je je hand opsteekt. Kan ik even in je ogen aankijken? Ja, dankjewel. Ik heb je hand gezien. Bevestig jouw keuze. Ja, ik bevestig ook jouw keuze. Ik heb je hand gezien. Dankjewel. Ik bevestig jouw keuze. Ik heb je hand gezien. Dankjewel. Ik bevestig ook jouw keuze. Dankjewel. Ik heb je hand gezien. God heeft je hand gezien.
bevestig ook jouw keuze. Dank je wel. God heeft je gezien. Die keuzes maken. Dank u wel, Jezus. Zullen we deze mensen een applaus geven? Zo moedig. Om gewoon in een zaal je hand op te steken en zeggen, ja, dat ben ik. Dat ben ik. Laat je spiegel niet vallen, zegt de Heer. Maar op dit moment kom je in mijn licht. En ik wil gewoon met jullie een gebed bidden. Zullen we gaan staan? En zullen we gewoon samen als gemeente mijn gebed nabidden? Ik zeg het voor en jullie zeggen mij na, zodat deze mensen in kunnen stappen in dit gebed. God de Vader. Ik kom bij u. Ik sta voor uw troon. Hier ben ik, Heer. Ik geef mijn leven opnieuw over. Of ik geef mijn leven voor het eerst over. Ik ga in uw licht staan. Heer, ik onderken. Ik heb gedwaald. Ik ben ver weg van u geweest. Ik heb keuzes gemaakt die mij weg van u hielden. Ik heb de aanklacht tussen uw licht en mij in laten staan. Ik heb nooit gekozen om in uw licht te komen. Of ik heb gekozen voor uw licht, maar ik ben afgedwaald. Heer, maar hier ben ik opnieuw. Ik ga opnieuw in uw licht staan. Heere Jezus, vergeef mij. Ik dank u dat u me vergeven hebt. Ik dank u voor het bloed, voor alles wat ik deed. Heer, ik ben nu uw zoon of dochter. Ik wandel uw koninkrijk binnen. Vrij. Heilige Geest, help mij. Nu ik een kind van God ben. En ik mag uitroepen, ik ben een kind van God. Help mij om te geloven, om te wandelen naar uw wil. Heer, en ik wil graag veranderen naar uw beeld, Jezus. Help mij om op u te lijken. Dank u wel, Vader, voor een kerk waar ik broeders en zusters vind. Die mij aanmoedigen en geloof in mij hebben en met mij opwandelen. Dank u wel, Jezus, dat ik dat mag ontvangen. In Jezus' machtige naam. Halleluja.